er was een melding in Winterswijk van een woningoverval, maar het verhaal is anders. Ja, het verhaal is inderdaad iets anders. Zo is de melding wel binnengekomen. Maar we staan hier aan de PJ Toelstraatstraat nummer 6 in Winterswijk inderdaad. Daar is een woninginbraak gepleegd. En daarna is de bewoner thuisgekomen en die is geconfronteerd met de inbrekers. En vandaar dat er in eerste instantie is uitgegaan van een overval. Maar dat is dus niet het geval. Dus het is een uit de hand gelopen inbraak. Nu kwam meneer thuis. Wat trof hij aan in zijn woning? Meneer die kwam thuis en die trof twee personen aan in de woning. Twee mannen gekleed in een donkere kleding. Met getint uiterlijk. En die trof hij aan boven op de slaapkamer. En wat gebeurde toen? Deze mannen hebben de bewoner vervolgens bedreigd met een wapen, een vuurwapen. En hebben vervolgens geld van deze meneer geëist, van de bewoner. En nadat de bewoner inderdaad het geld had afgegeven, zijn ze ook beide gevlucht. De twee daders zijn gevlucht. Waren de daders bewapend? Ja, zoals ik net zei, waren bewapend. Is gedreigd met een vuurwapen. Dus ze waren inderdaad bewapend. Wat is de politie op dit moment nog aan het doen? We zijn nu nog bezig met een spooronderzoek. Er is ook een burgernet uitgegaan. Er zijn wat tips op binnengekomen. En die zijn we voor de rest nog aan het natrekken, deze tips. Er is ook een buurtonderzoek verricht. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En we zijn ook nog bezig om de bewoner een aangifte van op te nemen. Hallo.